zijn gewoon een krasje. Een plek. Ze leveren mijn leven weer af. Meer papier. Dat is omdat de aankondiging van die besmet best wel lastig is om in de hoofd te leren. Even een inleiding. Dan kunnen we gaan beginnen. Dat wij ooit begonnen met verbinding met een omgeving hier. We hebben het over plaats als 1970. En kregen we inspiratie om meer lokaal te gaan organiseren en het ware verhaal te brengen. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken en Matthias inderdaad. En dat is het gast van vanavond. Hij heeft een lange reis achter de rug, 5 uurtjes. Ongeveer 2 uur vastgestaan rondom Antwerpen. En zal eigenlijk 5 uur hier zijn. Dat de 10 ballen wacht. We hebben net een hapje eten op. Lange reis. Ik ga het kort houden, want het gaat niet om mij. Het gaat om het gast van vandaag. Matthias de Smet. De meeste van jullie kennen het wel. Waarschijnlijk van online podcasts, video's. Misschien zelfs een jongen die vorige week naar hoog was. Waar hij ook was. Het is professor Dr. Klinische Psychologie verbonden aan de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent. Hij heeft een doctoraat in de psychologie en een masteropleiding in de statistiek. Binnen de Universiteit Gent doseert hij verschillende vakken. Zijn specialisatie is psychoanalyse. Matthias heeft ze natuurlijk behoorlijk uitgesproken met zijn boek, wat in juni uitkwam. Dat boek is ook te koop. Even kort het programma. We zullen ongeveer rond 9:30 een korte pauze van een kwartiertje, 2 minuten inlassen. En dan gaat het tweede deel los. In het eerste deel is er nog even geen ruimte voor vragen. Op bezoek van Matthias, maar hij zegt voor je het weet ben jij alleen maar heen en weer aan het. En dan gaat het niet over de lezing in de naam. En nadien heeft hij de tijd en ruimte om boeken die jullie wil aanschaffen. En die te signeren. Ik ga het nog kort houden. Mag ik een heel hartelijk applaus voor professor Dr. Matthias de Smet. Amerika binnengeraakt. Als er mensen willen weten hoe je dat moet doen, dan moet je altijd privé in de komen. En het is niet door aan de Mexicaanse grens over de muur te vluchten. Bij de casting was geweest, waren de media op voorhand al wat nerveus. Ze hadden al een artikel gepubliceerd dat de Smet nu ook in Amerika dreigde door te breken. Dat interview viel ook nog eens zeer goed mee. Tukke Kalsman sprak zich daar zeer lovend over uit. En toen was het hek van de dam. Men heeft toen, denk ik, alle interviews die ik de laatste 2 jaar gegeven heb, uitgespit en elke mogelijke kleine fout die ik gemaakt heb, uitvergroot en op de voorpagina van de kranten gezet. Er zijn in totaal meer dan 30 artikels gepubliceerd geweest over mij de laatste 3 weken. En ik heb het al een paar keer gezegd, wat 2 jaar foutloos spreken niet kon realiseren, heeft een klein foutje wel gerealiseerd. Ik ben bekend geworden in de mainstream media. Dus die universiteit, ja, dat zal misschien niet gemakkelijk worden. Ik begin nu te voelen dat het... ik ga niet pessimistisch zijn, maar dat het
dat ik mijn langste periode misschien al aan de universiteit zou kunnen gewerkt hebben. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen seconde getwijfeld of ik zou verder gaan met spreken. Ik ga dat zeker doen. Ik ga er wel iets, ik probeer uit alle tegenspoed die ik krijg in het leven iets te leren. En ik ga dat ook in dit geval doen. Maar ik ga zeker gewoon verder gaan. Ik wilde daar eigenlijk niet mee beginnen, maar ik laat als ik een lezing geef, meestal de woorden komen zoals ze komen op het moment. Ik vind dat altijd de meest oprechte woorden. De woorden die je kiezen op het moment van het spreken zelf. De woorden waarbij je jezelf eigenlijk woord uitspreekt, die niet zozeer vanuit je bewuste overwegingen gekozen worden, maar die gewoon als een stroom door je heen lopen. Vlak voor ik ga even proberen. Nou, ik had toch zo voor. Toen ik aan de deur stond te wachten, dacht ik aan iets dat vorige week gebeurd is in België. Ik denk dat het in Nederland nauwelijks de media heeft gehaald. Maar vorige week is er in België een jongeman neergeschoten, doodgeschoten door een speciale interventie-eenheid van de politie. Zijn naam was Yannick Verdijk. Dat was iemand die ik een aantal keer ontmoet had. Op dissidentenbijeenkomsten, zoals men dat in de media noemt. Een jongeman, iets wat excentriek. Zeer intelligent, altijd humoristisch. Iemand waarvan ik maar besefte toen ik in de krant las dat hij doodgeschoten was, hoeveel plaats hij in hun ogen had op die bijeenkomsten. Iemand die op een bepaalde manier, waar iedereen blij om was dat hij erbij was. Maar hij werd dus vorige week dinsdag, dacht ik, in zijn huis in Merksem in Antwerpen doodgeschoten door een speciale interventie-eenheid. Dus hij is goud- en zilverhandelaar, bleek ook wapenverzamelaar te zijn, voorzitter van een schietclub, iets wat ik niet wist. En men heeft dus een Franse eenheid van de speciale politie, heeft om 4:34 zijn deur eruit geblazen. Is binnengestort, Frans sprekend, met bivakmutsen aan. Heeft hem direct neergeschoten, doodgeschoten. Eerst was het verhaal dat hij een grote illegale wapenverzameling had. Twee, dat hij een terreuraanslag voorbereidde. En drie, dat hij zelf twee keer op de politie gevuurd had, voor de politie drukvuurde. Op dit moment worden alle drie die zaken terug in twijfel getrokken. Het blijkt dat hij hoogstwaarschijnlijk niet gevuurd heeft. Dat hij geen terreuraanslag voorbereidde, dat staat vast. Wat ook, als je hem kent, ongelooflijk, totaal ongelooflijk zou geweest zijn. Het is echt nog maar de vraag of hij illegale wapens had. Ook dat werd door nu, zelfs in de gewone media, in twijfel getrokken. Dat heeft mij een paar dagen echt geraakt en mij ook nog veel meer doen beseffen hoe noodzakelijk het is om verder te blijven spreken en op de juiste manier. Ik heb al zeer veel benadrukt dat geweldloos verzet het enige efficiënte is ten aanzien van totalitaire systemen die op massavorming berusten. Ik ga dat ook breder herhalen. Als we iets kunnen leren uit dat jammerlijke voorval met Yannick Verdijk, is het wel dat elke vorm van gewapend verzet of van gewelddadig verzet, ook al is het maar in potentie aanwezig door het bezit van wapens, door het systeem zal gebruikt worden als een rechtvaardiging om
hard repressief op te treden ten aanzien van de mensen die om een of andere reden niet willen meegaan in het systeem. We moeten afwachten hoe die zaak nu precies in elkaar zat voor we er zware uitspraken over doen. Maar de kans is niet gering dat dat voorvallen als deze de langzame overgang markeren van een opkomend totalitarisme dat eerst alleen indoctrinatie en propaganda gebruikt om zich door te zetten en dan langzaam de stap zet naar terreur. Dat is hoe het meestal gaat. Je voelt ook onmiddellijk hoe dit voorval gerecupereerd wordt door het systeem, ten voordele van het systeem. Ik werd in de auto naar hier opgebeld door een journalist van De Standaard, die mij vroeg of ik wist dat Jannik vaak naar mij verwees in zijn posts op Facebook. En of ik mij bewust was van het feit dat mijn discours aanzet tot radicaliseren. Dus op die manier slaagt het systeem erin om zijn eigen wandaden toch te verhalen op degene die precies tegen de wandaden van het systeem ingaan. Nu, dat moet ons niet verwonderen. Dat is zo'n zaken, het is goed om dat goed te beseffen. Het zal er in de komende jaren op aankomen van wat er ook gebeurt, een onverzettelijk hart te creëren. Een hart dat rustig doorgaat in dezelfde richting. En rustig blijft spreken, rustig zijn best blijft doen om waarheid te spreken. Niet op geweld reageert met geweld, niet op haat reageert met haat, maar onverzettelijk de principes van menselijkheid blijft volgen. En daar gaat het op neerkomen. Dat betekent dat. Ik zeg het vaak op die manier en ik blijf het ook herhalen. We kunnen in de komende jaren zeker veel verliezen. Onze bezitting, onze job, misschien nog meer. Maar ik denk dat het dus de kwestie zal zijn van het enige dat je echt niet mag verliezen, inderdaad niet te verliezen. Dat is je menselijkheid. Laat u dat niet afnemen. Dat gaan we moeten vasthouden, wat er ook gebeurt. Ja. Ik heb die ingesteldheid van rustig spreken, om een of andere reden, van in het begin van de crisis al ingenomen. Ik kan dat niet precies duiden. Ik had de crisis voor een aankomen, een paar maanden op voorhand. Ik had het ook gezegd aan mijn vrienden en zo. Een van deze dagen gaan we wakker worden in een nieuwe maatschappij. Ik was naar de bank geweest, had mijn lening afbetaald om vooral mentaal zo los mogelijk te staan van het systeem. En toen de crisis begon, begin maart 2020 denk ik, wist ik onmiddellijk dat ik iets zou doen dat ik daarvoor nog nooit gedaan had. En dat was een spreker in de publieke ruimte. Ik wist onmiddellijk, ik ga spreken. Ik kan hier niet spreken. En ik had ook het gevoel dat op een bepaalde manier mijn ganse leven een voorbereiding was geweest op dat ik ging spreken. Zonder dat goed te kunnen duiden, maar ik had in mijn loopbaan aan de universiteit aan de ene kant mij zeer diepgaand bezig gehouden met individuele psychologie, maar ook met massapsychologie. In mindere mate eigenlijk op dat moment, maar toch ook. Ik wist er toch ook echt wel iets van. En ik had ook mijn doctoraat gemaakt over problemen in wetenschappelijk onderzoek. Dus ik vind dat iets ongelooflijk cruciaals. Iets wat veel te weinig beseft wordt. Maar de kwaliteiten van academisch onderzoek over het algemeen zijn dramatisch slecht.
Ik ben beginnen doctoreren in 2003 aan de Universiteit van Gent. Ik werd verwacht om een klassiek onderzoek in de psychologie te doen. En toen ik daarmee begon, had ik het gevoel dat dergelijk onderzoek eigenlijk niets zegt. Ik werd verondersteld van alle soorten psychische kenmerken, zoals persoonlijkheidskenmerken, depressieve symptomen en zo, aan de hand van psychologische tests, bijvoorbeeld vragenlijsten op te meten. En toen ik dat deed, had ik het gevoel dat die tests zeggen eigenlijk niets over mij, of nauwelijks iets. Een persoonlijkheid reduceren tot een 1 score op een vragenlijst, dat is voor mij iets dat, ja, quasi waanzinnig of toch op zijn minst absurd is. En ik vroeg aan mijn promotor of ik in plaats van een onderzoek gewoon uit te voeren, onderzoek zelf mocht onderzoeken. Of ik mocht onderzoek doen naar de kwaliteiten van onderzoek. En ik ben altijd enorm blij dat ik die keuze gemaakt heb. Ik heb in die periode een master in de statistiek begonnen om zo goed mogelijk de wiskundige basis van onderzoek te kunnen aan de kaak stellen. Ik heb met enorm eenvoudige en concrete voorbeelden getoond hoe absurd onderzoek is. Bijvoorbeeld, om 1 klein voorbeeld te geven, als je in psychologie 1 en hetzelfde kenmerk in een groep mensen, bijvoorbeeld de graad van depressiviteit, opmeet met 3 verschillende meetinstrumenten, 3 verschillende psychologische tests, dan gaan die 3 reeksen metingen nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Men gaat telkens een volledig ander resultaat krijgen. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld dat ik al direct toont dat die metingen absoluut niet objectief zijn. En ik had zo een heel aantal voorbeelden heel concreet uitgewerkt, op zo'n manier dat zelfs een blinde kon zien dat er toch wel een ernstig probleem is met de meeste meetinstrumenten en de meeste onderzoeksmethoden in de psychologie. Ik had er een boekje over geschreven, The Pursuit of Objectivity in Psychology is de titel. En tot mijn verbazing openden mijn collega's de ogen niet, maar waren ze enorm kwaad op mij, de meeste. In die mate dat er tot 2 keer toe een poging is geweest om mijn boekje te verbieden in het onderwijs aan de Universiteit van Gent. Iets dat niet gelukt is, maar ik heb wel 2 vakken moeten stopzetten omdat ik dat boekje gebruikte. Dus toont hoe er toen in de academische wereld al een zeer sterke intolerantie was voor dissonante stemmen. Iets wat we nu in de huidige crisis ook tot in het extreme zien. Nu, toen ik met mijn doctoraat bezig was, ik ben begonnen in 2003 en ik heb mijn doctoraat afgewerkt in 2007. En midden in die periode, zou het een gelukkig toeval kunnen noemen, brak in de wetenschappen, in de academische wereld, de zogenaamde replicatiecrisis uit. Die toonde dat het probleem waarop ik stuitte in de psychologie absoluut niet beperkt was tot de psychologie, maar quasi alle wetenschapsdomeinen trof, in het bijzonder de medische wereld. Nergens was het probleem groter dan in de medische wereld. In de medische wereld is het zo dat tot 85% van de gepubliceerde onderzoeken niet reproduceerbaar zijn. Wat wil dat zeggen? Een onderzoek dat niet reproduceerbaar is, dat betekent dat als de onderzoeksgroep die het onderzoek heeft uitgevoerd, zijn basisgegevens, zijn metingen, de data die verzameld zijn, aan een andere onderzoeksgroep geeft en die andere onderzoeksgroep de analyses opnieuw doet op dezelfde data, die andere onderzoeksgroep fundamenteel wezenlijk andere resultaten vindt, fundamenteel wezenlijk andere besluiten trekt. Wat direct een indicatie is dat de onderzoeksbevindingen niet objectief zijn. Nu, voor mij is dat geen probleem. Ik denk dat objectiviteit zeer moeilijk is voor een mens. Een mens is een subjectief wezen, creëert altijd zijn ervaringswereld, zijn observaties op een min of meer subjectieve manier.
Het probleem ligt hem niet in het feit dat het onderzoek niet objectief is. Het probleem ligt hem in het feit dat men zo hardnekkig claimt dat het wel objectief is. En dat men vanuit die claim van objectiviteit elke andere stem, elke alternatieve stem, smoort als onwetenschappelijk en van secundair belang. En daar zit het echte probleem eigenlijk. Nu, die replicatiecrisis bracht dus een enorm probleem aan het licht en men onderzocht wat. Hoe dat toch kon komen. Hoe is het mogelijk dat zoveel onderzoek totaal niet valide blijkt te zijn? En men vond dat er een tragedie aan fouten gebeurde in onderzoek. A Tragedy of Errors was de titel van een artikel in Nature dat erover rapporteerde dat er zeer veel methoden zeer slordig worden uitgevoerd en vooral dat er zeer veel fraude is in de academische wereld. Iets van een merkwaardig fenomeen aantoont, namelijk dat de academische wereld al lang niet meer echt aan waarheidspreken doet. Dat is op een bepaalde manier wetenschap zijn kwaliteiten van waarheidspreken verloren is. Nu, wat er enorm opviel voor mij, dat was de enorme blindheid waarmee de meeste collega's daarop reageerden. En nogal snel had ik het gevoel dat die blindheid, dat je die niet echt kon begrijpen op basis van individuele psychologie. Ik had het gevoel dat die blindheid een effect was van het groepsdenken dat in de academische wereld heerst op het individu. En ik begon me bezig te houden met massapsychologie. En toen de coronacrisis begon, had ik het gevoel dat al die ervaringen die ik de 15 jaar ongeveer 17 jaar daarvoor aan de universiteit had opgedaan, dat al die ervaringen zich in een versneld tempo herhaalden. Ik keek in het begin van de crisis naar de statistieken die gebruikt werden om de gevaarlijkheid van het coronavirus in te schatten. Ik had het gevoel dat die statistieken compleet verkeerd waren, dat ze de gevaarlijkheid van het virus enorm onderschatten. En toen ik dat aan de universiteit onder de aandacht probeerde te brengen van een aantal collega's, kreeg ik alleen maar vallen tegenwind en beschouwde men mij weer als degene die moeilijk kon doen. Ik ben toen van de eerste week af beginnen schrijven. Ik heb de eerste week van de crisis had ik al een artikel gepubliceerd. De angst voor het virus is gevaarlijker dan het virus zelf. Dat was een opiniestuk dat viraal gegaan is, dat eerst in De Morgen een bepaalde krant gepubliceerd werd, de mainstream krant, en dat zelfs overgenomen werd door de Nationale Televisie, die het op zijn website publiceerde. En daarna heeft die Nationale Televisie van mij alleen nog factchecks gepubliceerd, denk ik. Maar dat eerste opiniestuk werd nog gepubliceerd op die website. En ik had daar terloops gezegd, van in het begin, toen ik begon te spreken, een ervaring die blijven duren is doorheen de crisis. Ik heb dat nog nooit onder woorden gebracht, maar ik had het gevoel dat ik op een eenvoudige manier mijn gedachten omtrent de crisis uitsprak en neerschreef. En iets wat tot mijn eigen verbazing vond dat zeer terug zijn weg naar een groter publiek. En dat is eigenlijk zo gebleken in de crisis. Altijd iets wat tot mijn verrassing. Mijn spreken had altijd meer effect dan ik zelf had verwacht. Dat is in de kantlijn. Nu, en ik ben dus beginnen spreken in het begin van de crisis. Aanvankelijk nogal sterk gericht op het proberen tonen, regelmatig gericht op het proberen tonen dat de statistieken verkeerd waren, dat er dus verschillende heel absurde elementen in het verhaal zaten. En na een maand of drie had ik het gevoel van kijk, dat die initiële statistieken en die initiële mathematische modellen absurd waren, dat staat nu ondertussen vast en dat was eigenlijk ook zo. In die initiële mathematische modellen die de gevaarlijkheid van het virus calculeerden, die voorspelden, dus ik spreek over de modellen van Imperial College,
die voorspelden dat er in een klein land als Zweden ongeveer 80.000 doden zullen vallen als dat land niet in lockdown ging. Tegen eind mei 2020. Er zouden 80.000 doden vallen tegen eind mei 2020. Als Zweden niet in lockdown ging, Zweden ging niet in lockdown, en er vielen 6.000 doden. En om aan die 6.000 te komen, moest men op een enorm verdacht enthousiaste manier tellen, anders waren het er veel minder geweest. Op dat moment stond het voor iedereen die het wilde zien, eigenlijk als een paal boven water, dat die initiële modellen compleet verkeerd geweest waren. En dat de maatregelen die toegesneden waren op die initiële inschatting van de gevaarlijkheid, dus eigenlijk ook enorm overdreven geweest waren. En toch, het vreemde was dat de maatschappij gewoon verder reageerde, gewoon doorging, alsof die initiële modellen juist waren geweest. Dat was het merkwaardige. In combinatie met nog iets dat ik zeer merkwaardig vond, het feit dat de maatschappij een onwaarschijnlijke blindheid had, van in het begin en nu nog altijd. Voor de enorme collaterale schade van de maatregelen. Dus in de huidige toestand zien we die blindheid, denk ik, met betrekking tot de neveneffecten van de vaccinatiecampagnes, van de vaccins. Maar ook in het begin had je ook diezelfde merkwaardige blindheid voor de neveneffecten van bijvoorbeeld de lockdowns. Want in het begin waren er een groot aantal wetenschappers, of toch genoeg wetenschappers, die waarschuwden dat die lockdowns hoogstwaarschijnlijk veel meer slachtoffers zouden eisen dan ze er konden besparen, zelfs als er geen enkele maatregel genomen werd. En dat viel op het keuristeen. Dat die onderzoeken, die vaak zeer helder en goed uitgevoerd waren, werden nooit opgepikt in de mainstream media. Dus vanaf mei 2020 ben ik mij op iets helemaal anders gaan toespitsen. Ik dacht eerder dan nog al te veel moeite te doen om de onjuistheid van de statistieken en zo aan te tonen, ga ik mij beginnen bezighouden met de vraag wat er nu eigenlijk kan, op psychologisch vlak kan spelen in de maatschappij, dat mensen zo collectief blind worden voor de absurditeiten van het verhaal dat de maatschappij in haar greep heeft. En na een paar weken had ik het gevoel plots van ja, ik heb het gevonden. Het proces dat zich afspeelt is een grootschalig proces van massavorming. En ik heb toen een maand tijdens mijn verlof in 2020, een maand bij dag en nacht de kop gebroken om het fenomeen massavorming op een eenvoudige manier te proberen uit te leggen, op zo'n manier dat ik het kon beschrijven in een opiniestuk van ongeveer 1500 woorden. Ik heb 100 keer gedacht, ik stop ermee echt. Ik zei, dat is onmogelijk. En op een nacht werd ik wakker, zag ik de eenvoudige samenhang, heb ik aan neergeschreven en is dat verhaal zijn weg begonnen. Door België, Nederland en dan later ook daarbuiten. Ik ga daar kort op ingaan, op dat verhaal over massavorming, om dan daarna te kunnen tonen waarom, of iets te kunnen zeggen over waarom het fenomeen van het waarheidsspreken zo ongelooflijk belangrijk is in onze tijd. Massavorming, ik heb het daarnet eigenlijk al kort uitgelegd. Massavorming is een, ik heb het fenomeen al wat beschreven. Massavorming is een specifiek soort groepsvorm die heel specifieke effecten heeft op het niveau van de individuen, het mentale functioneren van de individuen die erin gegrepen zijn. Individuen die in massavorming gegrepen zijn, men weet dat sinds de 19e eeuw, worden radicaal blind voor de absurditeiten van het verhaal waarin de massa gelooft. En dat gaat enorm ver. Tijdens de grootschalige massavorming in Iran, tijdens de revolutie van 1979, geloofden mensen letterlijk en masse dat het portret van de Ayatollah, de leider van de massa, op het oppervlak van de maan geprint stond. En het betrof even goed mensen die tot de hooggeschoolde elite behoorden als lagerschoolde mensen. Dat is trouwens iets zeer opvallends.
Een diploma beschermt absoluut niet tegen massavorming. Integendeel, hoe hoger geschoold, hoe gevoeliger men wordt voor massavorming. Het tweede kenmerk is, zeer gevaarlijk kenmerk, is dat mensen die in een massavorming gegrepen zijn, typisch het besef lijken te verliezen van alles wat individueel belangrijk voor hen is. Men verliest het besef van de persoonlijke belangen. In een massa kan men iemand alles afnemen dat voor hem persoonlijk belangrijk was. Zijn welvaart, zijn gezondheid, zijn de toekomst van zijn kinderen, alles. En dat is een zeer opvallend iets. In een massa verliest men het besef van de eigen individuele belangen. Ten derde, het meest gevaarlijke kenmerk van massavorming is dat de mensen die erin gegrepen zijn, radicaal intolerant worden voor dissonante stemmen. En als het proces van een massavorming zich ver genoeg doorzet, dan gaat de massa typisch gruwel plegen ten aanzien van de mensen die niet meegaan met haar. En ze gaan die gruwel plegen alsof het een heilige plicht is om hem te plegen. Dat is een zeer kenmerkend iets voor een massavorming. Dat op zich toont, denk ik, dat we er belang bij hebben om te begrijpen hoe het mechanisme van massavorming werkt. We moeten, of we hebben er belang bij, om ervoor te proberen te zorgen dat het proces van de massavorming zich niet doorzet tot aan dat dramatische einde, waar de massa overtuigd wordt dat ze alles en iedereen die niet met haar meegaat, moet elimineren. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van mijn boek. Dat het dat wel duidelijk maakt, denk ik, wat we kunnen doen om te zorgen dat de massavorming niet tot dat ultieme stadium doorgaat. Ik ga het mechanisme kort beschrijven, ik heb het al vaak gedaan. Dus een massavormingen zijn zo oud als de mensheid zelf. Ze hebben altijd bestaan en ze treden op onder typische omstandigheden. Ten eerste, de kans op massavorming stijgt naar gelang er meer mensen zich gedisconnecteerd, vereenzaamd voelen of gedisconnecteerd voelen van hun sociale en natuurlijke omgeving. Zeer belangrijk. Dat is een cruciaal iets. Dat is een basisvoorwaarde. Er is meteen ook de reden waarom de laatste eeuwen de massavormingen steeds sterker werden en steeds langer duren. De reden was dat er steeds meer vereenzaamde en gedisconnecteerde mensen begonnen te zijn. En vlak voor de coronacrisis had het percentage eenzame mensen een absoluut toppunt bereikt. 40% van de bevolking wereldwijd gaf aan van geen enkele betekenisvolle sociale band te hebben. Gigantisch. En het percentage mensen stijgt naar gelang er in een land meer industrialisatie, mechanisatie en technologie gebruik is. Dat is cruciaal. En daar vinden we natuurlijk al direct een stukje de verklaring waarom het aantal eenzame mensen gestegen is de laatste paar honderd jaar en met het aantal eenzame mensen ook de massavorming sterker geworden is, namelijk omdat de laatste paar honderd jaar de industrialisatie, mechanisatie van de wereld en de technologiegebruik zich steeds sterker heeft doorgezet. En dat heeft ervoor gezorgd dat het aantal vereenzaamde mensen sterk steeg, de massavorming sterker werd en dat uiteindelijk, er begin de 20e eeuw, een volledig nieuwe staatsvorm oprees. Een volledig nieuwe staatsvorm, de totalitaire staat, die voor de 20e eeuw niet bestond. We vergeten dat gemakkelijk, maar voor de 20e eeuw bestonden een klassieke dictatuur, maar geen totalitaire systemen. Een totalitair systeem is op psychologisch vlak totaal anders dan een klassieke dictatuur. Een klassieke dictatuur is hoe eenvoudig qua mechanisme, psychologisch mechanisme. De mensen zijn bang van een kleine groep die ze als een groep beschouwen die over een zeer groot agressief potentieel beschikt. En daarom laten ze zich een eenzijdig sociaal contract opleggen door die groep. Dat is een klassieke dictatuur. Bij een totalitair systeem is er eerst een gigantisch ontzaglijk proces van massavorming in de bevolking en vervolgens een aantal leiders die die massa gebruiken om de controle over de maatschappij over te nemen. En op die manier vormt er zich inderdaad een totalitair systeem. Een totalitair systeem dat in tegenstelling tot een klassieke dictatuur niet alleen de publieke ruimte en de politieke ruimte beheerst, dat doet een klassieke dictatuur ook,
maar ook de privéruimte. En een totalitair systeem kan die privéruimte zo ingrijpend controleren, omdat ze een enorme gegevenpolitie ter haar beschikking heeft. Namelijk dat deel van de bevolking dat in de massavorming gegrepen is en dat bereid is om iedereen te verklikken die niet fanatiek genoeg meegaat in het staatsverhaal. En dat is dus het verschil tussen een totalitair systeem en een klassieke dictatuur, of het hoofdverschil. En een verschil dat meteen ook duidelijk maakt waarom een totalitair systeem zo enorm veel destructiever en versmachtender is dan de meeste klassieke dictaturen. Nu, dat is eigenlijk een notendop iets over het verband tussen massavorming en totalitaire systeem. Ik was begonnen bij dus het beschrijven van de eerste voorwaarden voor massavorming, de eerste en de belangrijkste voorwaarden, namelijk dat er veel mensen zijn die zich gedisconnecteerd voelen van hun sociale en natuurlijke omgeving. Uit die eerste voorwaarden vloeit een tweede voorbeeld, namelijk dat er veel mensen zijn die gebrek aan zinverlening hebben. Als mensen zich sociaal gedisconnecteerd voelen, worden ze typisch spontaan geconfronteerd met gebrek aan zinverlening. Als mens ervaren we zin in het leven op het moment dat we zien dat we een effect hebben op de ander. En als de band met de ander volledig uitgehold is, gaan we meestal ook snel gebrek aan zinverlening ervaren. En eenmaal mensen zich gedisconnecteerd voelen en gebrek aan zinverlening ervaren, gaan ze ook met een typisch fenomeen geconfronteerd worden op affectief, emotioneel vlak. Namelijk, ze gaan geconfronteerd worden met zogenaamde vrij zwevende angst, frustratie en agressie. Dat wil zeggen, een vorm van angst, frustratie en agressie, waarbij de persoon die de angst, frustratie en agressie ervaart, niet weet waarom hij angstig, gefrustreerd en agressief is. En dat is een, op zich een enorm onaangename toestand. Als je angstig bent en je weet niet waarom, heb je het gevoel van totaal geen controle te hebben over je angst. Als je je gefrustreerd en agressief voelt en je weet niet waarom, heb je het gevoel van je frustratie en agressie niet te kunnen afreageren en stapelt ze zich op in jezelf, wat tot een zeer onaangename spanning leidt. Dus dat is een toestand waarin de bevolking psychisch zeer labiel of explosief is. En als er in die toestand kan er iets heel specifieks gebeuren. Als er in die toestand via de massamedia een verhaal verspreid wordt dat een object van angst aanduidt en een verhaal om met dat, of en een strategie om met dat object van angst om te gaan, dan kan het heel goed zijn dat al die vrijzwevende angst zich eensklaps koppelt aan het object van angst in het verhaal en dat er een enorm draagvlak ontstaat om mee te gaan in de strategie om op te gaan met het object van de angst, ook al is die strategie uitermate absurd. Waarom? Omdat het meegaan in het verhaal een bepaald psychologisch voordeel biedt, namelijk de ongebonden angst kan men nu wel binden aan een object. Men heeft het gevoel van controle te hebben over de angst. En vooral ook, men krijgt een object om zijn frustratie en agressie op af te reageren, namelijk het object van de angst op zich, maar ook iedereen die niet meegaat in de strijd tegen het object van de angst. En dus dat is ongeveer het mechanisme. Dat is de eerste stap van massavorming altijd. Hè. Dus of het nu gaat over het virus en als object van angst en de lockdowns als strategie om om te gaan met het object van de angst, of de concentratiekampen om om te gaan met de Joden, de gulags om om te gaan met de aristocratie, de Franse revolutie om om te gaan met het Ancien Regime, of de heksen die achter hem om te gaan met de heksen, of de kruistochten om te gaan met de Saracenen. Het begin van elke massavorming is dat er een object van angst naar voren geschoven wordt en een strategie om met dat object van angst om te gaan. Dat is de eerste stap. In een tweede stap gebeurt er iets dat nog belangrijker is. In een tweede stap is het zo dat omdat zoveel mensen terzelfdertijd meegaan in die strategie om om te gaan met dat object van de angst, er een nieuw soort verbondenheid optreedt. Dat is een zeer typisch iets. Mensen hebben het gevoel van een collectieve, heroïsche strijd te vechten met het object van de angst. In België was er een leuze, gelanceerd door politici in stand, dat een ploeg van 11 miljoen die de oorlog aanmet met het coronavirus. Typisch dat gevoel dat zich van de bevolking meester maakt, dat men
heroïsche strijd voert, een collectieve heroïsche strijd voert, is iets dat tot een nieuw soort sociale band lijkt te leiden. Het lijkt dus op dat moment alsof de twee basisvoorwaarden, de twee basiscondities die zo pijnlijk waren, de sociale gedisconnecteerdheid en het gebrek aan zinvereniging, plots opgegeven zijn. Men voelt zich terug verbonden en men heeft terug zin in het leven. En die zin in het leven wordt geleverd door die collectieve strijd. We moeten allemaal samen vechten. Nu, je zou kunnen zeggen, wat is het probleem? Mensen voelen zich eenzaam en gedisconnecteerd en nu zijn ze terug verbonden. Waar zit het probleem? Er is wel degelijk een probleem. Ten eerste moet er altijd een zondebok zijn in de massa. Er moet altijd iemand gevonden worden om de frustratie en agressie op af te reageren. En ten tweede, die nieuwe sociale band, die nieuwe groep die gevormd wordt, is een heel merkwaardige groep. En de sociale band in een massa, dus de bekende solidariteit van de massa, is nooit een sociale band of een solidariteit tussen individuen. Het is altijd een solidariteit van elk individu afzonderlijk met het collectief. Wat men in een massa eist, is dat iedereen massaal solidair is met het collectief. Dus je kan zelfs zeggen dat hoe langer een massavorming duurt, hoe meer alle solidariteit en liefde uit de banden tussen individuen wordt weggezogen en allemaal geïnjecteerd wordt in de band tussen het individu en het collectief. En op de duur is de solidariteit van het individu naar het collectief toe enorm veel groter dan de solidariteit tussen mensen. En wat krijg je dan? Typisch mensen die elkaar verklikken ten aanzien van het collectief, ten aanzien van de staat. Je zag dat ook in de coronacrisis redelijk goed, dat mechanisme. Iedereen had de mond vol van solidariteit en terzelfde tijd aanvaarde men dat als er iemand een accident had op straat, dat men die persoon niet meer mocht helpen. Tenzij men toevallig een chirurgisch mondmasker, een chirurgische handschoen bij had. Of ook, iedereen had de mond vol van solidariteit voor de ouderling en terzelfde tijd aanvaarde men dat als moeder of vader aan het overlijden waren in een zorgcentrum, dat men hen niet meer mocht bezoeken. En dat toont iets. Omwille van de solidariteit met het collectief moet elke solidariteit met het individu opgeofferd worden. Dat proces gaat extreem ver. Op de duur zijn alle banden tussen mensen compleet verarmd en uitgeput. Zit er geen enkele liefde en solidariteit meer in de banden tussen mensen. Zo verregaande dat zelfs de sterkste banden die voor de massavorming bestonden, bijvoorbeeld de band tussen een moeder en haar kind, compleet liefdeloos geworden zijn. Dus op internet kan je nog altijd een gesprek vinden dat ik een achttal maand geleden had met Shori Vestari, een vrouw die bij Café Wilsmerts werd en die in de Iran leefde tijdens de revolutie in 1979. En die zei hoe ze gezien had hoe een moeder haar zoon verklikt had bij de staat en hoe ze hem eigenhandig de strop om de hals ging op het schavot. En toen hij opgehangen was, een medaille van heldenmoed vroeg om wat ze gedaan had. Dat is het dramatische eindpunt van een massavorming. De banden tussen individuen die compleet opgeofferd worden aan de loyaliteit naar het collectief. Gekend in alle totalitaire systemen. En alle totalitaire systemen eindigen daar. Familieleden die elkaar verklikken. Bij de staat wel wetende dat de kans groot is dat de verklikking de dood tot gevolg heeft voor de persoon die verklikt wordt. Dus dan zie je inderdaad dat een nieuwe soort sociale band van een massa, die in een massa bestaat, is niet zomaar een cadeau te geven. Het is een extreem gevaarlijk en extreem ontmenselijkend iets. Als je dat goed begrijpt, dan zie je dat de reden waarom mensen meegaan in het verhaal dat tot massavorming leidt, geenszins is omdat dat verhaal correct of juist is. Mensen gaan mee in het verhaal dat tot massavorming leidt, omdat het een aantal psychologische voordelen oplevert, die gelokaliseerd zijn op affectieve vlak en op sociaal vlak. Het eerste is dat men de angst kan koppelen, frustratie en agressie kan afreageren. Het tweede, op sociaal vlak, dat men de illusie heeft van opnieuw verbonden te zijn met andere individuen, terwijl niets minder waar is. Men is nog nooit zo geïsoleerd geweest van andere individuen dan als de massavorming zich inzet heeft. Dus dat is de reden. Dat nieuwe soort sociale band en die voordelen op vlak van affectiviteit, dat mensen meegaan in het verhaal dat tot massavorming leidt. Niet omdat het verhaal juist is. Mensen weten eigenlijk onbewust zeer goed meestal dat het verhaal niet juist is. Maar ze blijven erin meegaan omwille van die voordelen.
Net zoals een voetbalsupporter in een voetbalstadion zijn supporterslied niet meezingt, omdat dat het mooiste of het beste of het meest juiste lied van de wereld is. Nee, omdat het dan verbindt met die andere stem van het voetbalstadion. Daarom zingt hij dat uit. Niet zo die trouwens, ik ben geen grote voetbalsupporter. Maar een kortstondige massavorming kan soms heel prettig zijn, denk ik. Als er geen grote onderwerpen gebeuren. Dat is ook de reden waarom er zijn veel mensen die denken dat als de maatregelen nog absurder gaan worden, de mensen dan toch wel zo'n wakker worden. Nee? Nee, totaal niet. Totaal niet. Die maatregelen functioneren als rituelen. Dus functioneren als rituelen. Dat is een ritueel. Ritueel gedrag is precies een soort gedrag dat praktisch absurd is en zinloos. En waar via het individu toont dat het iets wil opofferen voor een collectief. Dat is ritueel gedrag. Dus hoe absurder de maatregelen worden, hoe puurder en beter ze hun functie gaan vervullen als ritueel. En ook hoe meer applaus ze zullen onthaald worden door dat deel van de bevolking dat echt in de massavorming gegrepen is. Wat meestal, dat is het goede nieuws, niet zoveel meer is dan een 20-30%. Dus de mensen die echt in de massavorming gegrepen zijn, zijn niet zo verschrikkelijk talrijk, maar de massa vormt meestal wel de luidste stem in de maatschappij. En dat is voldoende, omdat er 65% van de mensen gaan gewoon zo volgen, omdat ze nooit ingaan tegen de luidste stem in de maatschappij. Dus op die manier krijg je een zeer grote groep mensen die meegaan in het massavormende verhaal. Dus dat mechanisme van massavorming, dat is gigantisch sterk. Het is eigenlijk hetzelfde, technisch, psychologisch, identiek aan het mechanisme van hypnose. Wat gebeurt er in een hypnose? In een hypnose is er iemand, een hypnotiseur, die dus de aandacht van iemand anders wegtrekt van de omgeving en alle aandacht op één punt focust. Bijvoorbeeld een object dat beweegt aan een schermpje of zoiets. En eenmaal die aandacht aan het ene punt is gehecht, is het alsof de rest van de werkelijkheid niet meer bestaat. Dat is typisch voor hypnose. En dat mechanisme is fenomenaal sterk in die mate dat er probleemloos operaties kunnen uitgevoerd worden onder hypnose. Dus de persoon, via een eenvoudige hypnotische procedure, wordt in een hypnose gebracht. En men kan, de chirurg kan dan in het lichaam snijden zonder dat de persoon het opmerkt. Ik zei daar vroeger bij dat er open hartoperaties kunnen uitgevoerd worden zonder verdoving. Men heeft mij daar zwaar op aangepakt. Men beweerde dat dat niet waar was. Ik had ook verkeerdelijk gesuggereerd in een interview dat ik het gezien had. Ik heb dat al met kracht gezet bij de op mijn eigen Facebookpagina. Daar hebben de kranten het opgepikt en er een groot schandaal van gemaakt. Nu, ik blijf erbij dat er open hartoperaties onder hypnose gebeurd zijn. Iedereen kan Dave Elman opzoeken, een hypnotiseur die daar bekend is mee geworden. Door mensen in een soort katatone toestand te brengen via hypnose, de zogenaamde S-deelsteek. Betrof mensen die zo zwak waren, wie het hart zo sterk verzwakt was dat elke vorm van biochemische sedatie dodelijk zou zijn. En bij wie dus dat soort hypnose de enige mogelijkheid was om hen te verdoven, om een open hartoperatie uit te voeren. Het toont op een fenomenale manier wat het mechanisme van het focussen van de aandacht teweeg brengt, welke buitengewoon een radicale blindheid het teweeg brengt voor de rest van de realiteit. Dat is wat er in een massavorming gebeurt. Krak, hetzelfde. Eerst heb je die fase die spontaan gebeurt, waarbij de massa vereenzaamd wordt, gebrek aan zinvereniging ervaart en waarbij alle emoties loskomen van de omgeving en waarbij al die emoties plots gekoppeld worden aan dat object van angst en dat die strategie om te gaan met het object van de angst en waarbij dan op een vreemde manier de rest van de werkelijkheid niet meer gezien wordt. Om een voorbeeld te geven in de coronacrisis. Iedereen reageerde enorm overdreven sentimenteel als het over coronaslachtoffers ging. En men had geen enkele empathie voor de zelfstandigen die zelf mocht pleiden omdat hun zaak kapot ging. Voor de mensen met kanker die creveerden omdat ze niet meer toegelaten werden in ziekenhuizen. En zo verder en zo voort. Dus dat toonde enorm die verenging van de aandacht, zowel op cognitief als op emotioneel vlak, die tot die zeer merkwaardige blindheid leidt voor een groot stuk van de wereld. Nu, oké. De gelijkenis met hypnose geeft ons ook direct een hint waar de oplossing zit voor het fenomeen. En dus,
Hypnose is een toestand die altijd gecreëerd wordt door de stem van iemand, door een hypnotiserende stem. Massavorming wordt ook gecreëerd door de stem van een leider, de stem gekregen door de radio, door de televisie. En vandaar totalitaire leiders. Wiens systeem gebaseerd is op massavorming, beseffen dat de bevolking hun stem moet horen. En we gaan die totalitaire leiders typisch doen, massief gebruik maken van indoctrinatie en propaganda. Veel, veel meer dan een klassieke dictatuur. Veel meer dan een klassieke dictatuur die eigenlijk vooral terreur gebruikt om de bevolking onder de knoe te houden. En dus een totalitair systeem is gebaseerd op een vorm van hypnose. En bij geval wordt het primair in stand gehouden door de stem zoals die klinkt in de indoctrinatie en propaganda. Dat is een zeer belangrijk iets, een enorm belangrijk iets. Onder andere omdat het ons toelaat om een zeer belangrijk verschil te begrijpen tussen klassieke dictatuur en een totalitaire systeem. Als in een klassieke dictatuur de dictator de controle heeft en de oppositie monddood heeft gemaakt, tot zwijgen heeft gebracht in de publieke ruimte, gaat de klassieke dictator bijna altijd minder agressief worden. Hij gaat zijn agressie milderen. Simpelweg, want hij beseft dat hij nu de controle heeft, en dat het goed is dat hij de bevolking nu tevreden houdt, toont dat hij een goede leider zal zijn om hem kalm te houden en zijn agressieve potentieel niet te moeten uitputten. Een klassieke dictator beschikt over zijn gezond verstand en mildert zijn agressie op het moment dat hij de bevolking of de oppositie eronder heeft gekregen. Bij een totalitair systeem, gebaseerd op massavorming, gebeurt precies het omgekeerde. Op het moment dat in een totalitair systeem de oppositie monddood is gemaakt of zich monddood heeft laten maken, dan pas ontbindt het totalitair systeem als een duivels. Dan pas wordt het echt agressief. Simpelweg. Want op dat moment, het enige tegenhef tegen de massahypnose, tegen de massakorming, die zowel de leiders als de bevolking in zijn greep heeft, is tot ophoudt te bestaan. Het enige tegenhef. Want de dissonante stem was de dissidente stem. Massavorming is een vorm van hypnose, wordt gecreëerd door de stem en wordt ook verstoord door dissonante stemmen, door anders klinkende stemmen. Vandaar dat het zo ongelooflijk belangrijk is. Als er een massa opkomt en er zich tendensen tot totalitarisering instellen, dat de mensen die min of meer wakker blijven, op zijn minst zien dat er iets niet klopt, het ook blijven zeggen. Waar het dan ook. En op radio, op televisie, voor podcasts en interviews, ja, maar evengoed aan de keukentafel, op straat en in de winkel. Echt, het is overal even belangrijk. Een massa is een complex en dynamisch fenomeen. En als dusdanig kan een miniem verschil en één klein detail van het systeem, gans het systeem doen kantelen. Dus het is van iedereen waar dan ook belangrijk dat we allemaal van tijd tot tijd blijven ons best doen om te spreken. Wat mogen we daarvan verwachten van dat spreken? Dat is zeer belangrijk. Gustave Le Bon beschreef in de 19e eeuw dat als er zich een massa vormt, altijd een groep is die niet meegaat in de massa vormen, om een of andere reden, en dat die groep typisch de neiging heeft om aanvankelijk te proberen de mensen die in de massa vorming zitten wakker te maken. Ze zeggen, ja, wacht, ziet je niet hoe absurd het is? Hè? Dus die groep die niet in de massa vorming betreden is, probeer typisch de anderen wakker te maken door te wijzen op de absurditeiten van het verhaal waarin ze meegaan. Gustave Le Bon zegt, meestal zal het die mensen niet lukken om mensen in de massa wakker te maken. De massavorming is zo'n sterk fenomeen dat je de mensen die erin zitten niet zal kunnen overtuigen door hen te wijzen op de absurditeiten. Maar, cruciaal, Gustave Le Bon merkte toen al op dat dat niet betekent dat die kritische stemmen geen effect hebben. Totaal niet. Hij zei, als er verstandige mensen zijn, of als er mensen zijn die verstandig en rustig blijven spreken, zullen ze weliswaar de massa niet wakker maken, maar ze zullen er wel voor zorgen dat de massavorming voortdurend verstoord wordt en dat de massavorming niet die diepte bereikt waarin de massa tot gruwel overgaat. En dus dat is het enorme belang van het blijven spreken. En iedere keer dat we proberen te spreken, moeten we ons daar bewust van zijn. We moeten ons bewust zijn dat ons spreken gaat falen in dat opzicht. Dat we niemand gaan overtuigen of nieuwe mensen zullen overtuigen. En terzelfde tijd moeten we ons er bewust van zijn dat ons spreken toch een enorm belangrijk effect heeft dat we niet zien. Namelijk dat de persoon die in de massavorming zit voortdurend wat verstoord wordt in zijn
is in toestand van, is er gegrepen in het verhaal. Dat is dus cruciaal. Dus de beste vorm van spreken is altijd een spreken waarin je heel rustig zegt, oké, als er iemand bijvoorbeeld zegt, ik heb corona gehad, ben serieus ziek geweest, gelukkig heb ik mijn vier spuiten gehad, of anders was ik nog veel zieker geweest. Ja. Dat is een typisch zo'n moment dat je kunt zeggen, oké, kijk daar anders naar. Hè. Ik ga je dan eenvoudig zeggen, hoe ik daar naar kijk, spreek je mening uit, en dan zeg je, doe er maar mee wat je wil. Ik ga niet aandringen, maar ik heb een andere mening. En dat is het spreken dat waarschijnlijk het meeste effect heeft. Als je te veel aandringt, ga je typisch op die, gaat die intolerantie voor dissonante stemmen nog veel sterker worden, dan ga je op de duur iemand hebben die zich nog meer opstuurt, of gaat het effect zijn dat de persoon in kwestie zich nog meer opstuurt in zijn denken. Ja, dat is één iets. Het is eigenlijk het blijven spreken. Is zeker het eerste en het allerbelangrijkste principe dat we moeten volgen. Aan de ene kant moeten we dat om tactische redenen doen. Dus als we niet blijven spreken, gaat de massa meestal radicaal intolerant en agressief worden naar mensen die niet leven. We moeten dat doen voor onszelf, vanuit tactisch oogpunt. We kunnen het even goed doen voor de massa zelf, ook vanuit tactisch oogpunt. Simpelweg omdat die massa. Een massa vernietigt eerst de mensen die niet met haar meegaan, maar dan vernietigt ze zichzelf. Dat is iets dat zeer opvallend is. De massa eet uiteindelijk zichzelf op. De massa wordt altijd een monster dat zijn eigen kinderen verscheurt, zei Hannah Arendt. Dus we kunnen het ook voor de mensen doen die in de massavorming zitten. Maar ik denk dat nog belangrijker dan die tactische argumenten, denk ik, zijn de ethische argumenten. Het is algemeen, of het, is door, het werd door veel mensen beschreven dat. Ik denk aan Viktor Frankl, Primo Levi, Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, die allemaal beschreven hoe in een totalitaire systeem en in een massavorming en in het bijzonder misschien in een concentratiekamp in die totalitaire systemen, de meeste mensen, bijvoorbeeld de gevangenen in een concentratiekamp, vervielen tot radicale beestachtigheid. Maar hoe het altijd een kleine groep was die vasthield, die iets wat licht probeerde te brengen. In de duisternis van het totalitarisme, door zich vast te houden aan de ethische principes van menselijkheid, in de eerste plaats door wat te blijven spreken. En Alexander Solzhenitsyn geeft een zeer mooi voorbeeld van Grigoriev Ivanovich, dacht ik. Een gevangene in de gulags die hij gekend had. Solzhenitsyn had zelf in de gulags, een 15 jaar in de gulags, doorgebracht, dacht ik. En hij beschrijft daar een gevangene die werkelijk uitblonk in de trouw aan zijn ethische principes. En als andere gevangenen 's nachts zijn kledij stalen of zijn eten stalen, dan weigerde hij pertinent om zelf eten te stelen en zelf kledij te stelen. Hij ging liever alleen gekleed in een jubezak bij temperaturen van min 40 buiten werken, letterlijk. En Solzhenitsyn beschrijft iets prachtigs. Hij beschrijft hoe die gevangenen ziekelijk binnenkwam in de concentratiekamp. En normaal gezien op een paar weken dood zou zijn geweest, zoals de meeste gevangenen. Maar hoe die gevangenen mentaal en fysiek steeds sterker werd. En Solzhenitsyn zei, het was voor iedereen duidelijk die hem zag, dat het kwam doordat hij zo trouw, vastberaden, onwankelbaar aan zijn ethische principes vasthield. Dus dat toont ons iets. Het toont ons dat, dat is de eigenlijke zin van een crisis als deze en van een massavorming. In een totalitair systeem wordt er een enorme druk gezet op de mensen die weigeren te conformeren. Of in een massa wordt er een enorme druk gezet op de mensen die weigeren te conformeren. En ontmenselijk de maatschappij. En als de groep die niet meegaat de juiste keuze maakt, dat wil zeggen, in plaats van zelf ook te ontmenselijken, zelf steeds meer en beter en duidelijker vasthoudt aan zijn eigen ethische principes, gaat die groep door een versneld proces van menselijke evolutie gaan. En dat is de eigenlijke zin van zo'n proces van massavorming. Want als je het op die manier bekijkt, zie je dat het eigenlijk een proces is waarbij een groot organisme, een massa, een maatschappij, een dominant systeem, een enorme druk zet op een kleiner organisme, de groep die niet meegaat. En op die manier een kleine groep door een soort menselijk spiritueel geboortekanaal duwt, zorgt dat die groep doorheen een enorm snel proces van menselijke evolutie gaat. Dat is
iets, als we ons afvragen wat we kunnen doen, dan denk ik primair vasthouden aan ethische principes. Het eerste ethische principe is altijd de woorden blijven uitspreken die tot u komen als oprechte woorden. En er staat zoiets in de Talmud al dat ik, als men verzuimt om die woorden uit te spreken die opkomen in jezelf en die oprechte woorden zijn, dan zal je langzaam verlies aan ziel leiden. En het omgekeerde geldt ook. En als je die woorden wel met enige regelmaat en consequentheid uitspreekt, zult je steeds sterker gaan voelen. Dan zult je een zachte kracht voelen toenemen in jezelf, die veel groter is en veel dieper is dan de kracht van het ego bijvoorbeeld. Hoe lang ben ik al bezig? Hoe laat is het nu? 10:01, ik ga nog hier. Nog 10 minuten. Hè? Een wereldbeeld dat aanleiding gegeven heeft tot die massavorming en totalitarisme. En ik heb daarnet gezegd dat eigenlijk massavorming en totalitarisme voortkomen vanuit een aantal specifieke psychologische voorwaarden, condities, waarvan de meest fundamentele de eenzaamheid is, de gedisconnecteerdheid tussen de mens en omgeving. Ik heb ook al gezegd dat die gedisconnecteerdheid van de mens met zijn omgeving eigenlijk voortkomt vanuit industrialisatie, mechanisatie en technologiegebruik. En eigenlijk die excessieve, buitensporige mechanisatie, industrialisatie van de wereld en technologiegebruik op zijn beurt komt voort vanuit ons dominante mens- en wereldbeeld. Ons dominante mens- en wereldbeeld, dat het mechanistische mens- en wereldbeeld is. Maar het mechanistische mens- en wereldbeeld in het notendop is het mens- en wereldbeeld dat stelt dat het hele universum een soort materiële machine is, een set van elementaire deeltjes, atomen en moleculen, die allemaal volgens de wetten van de mechanica op elkaar inwerken en die perfect, rationeel, begrijpbaar, voorspelbaar, controleerbaar en manipuleerbaar zijn. Dat is het mechanistische mens- en wereldbeeld, dat dus altijd ook een rationalistisch mens- en wereldbeeld is. Een wereldbeeld waarin de mens limietloos gelooft in de kracht van het menselijke verstand. En waarbij de mens denkt dat de mens via zijn eigen rationele verstand het ganse leven had kunnen controleren, manipuleren en naar zijn hand zetten. Tot in die mate dat de mens denkt, zoals het hedendaagse transhumanisme, en transhumanisme kennen jullie wel, het mens en de wereld heeft dat, stelt dat de mens moet versmelten met technologie en dat hij door die versmelting met technologie het eeuwige leven zal bereiken, dat hij eeuwig zal kunnen blijven leven in een toestand van biochemisch geïnduceerd geluk, zou je kunnen zeggen. Het transhumanistische mens en wereldbeeld dat bijvoorbeeld beschreven wordt door Yuval Noah Harari in zijn boek Homo Deus. Ik ken het altijd wel. En dat, dat soort denken, dat mechanistische denken, gelooft dus onbebreideld. Limiet gelooft dus dat de potentie van het menselijke verstand onbeperkt is. Dat de mens via zijn verstand de ganse werkelijkheid, ook menselijke wezen zelf, compleet rationeel kan begrijpen, controleren en manipuleren. Vreemd genoeg, hè, dat mens en wereldbeeld claimt het wetenschappelijke mens en wereldbeeld te zijn, terwijl de meeste grote wetenschappers een dergelijk mens en wereldbeeld absoluut niet aanhingen en absoluut terwege hebben gelaten. Wetenschap kan je eigenlijk op twee manieren zien. We moeten wetenschap op twee manieren zien. Aan de ene kant kan je wetenschap zien als een soort enorme verzameling van een enorme opstapeling, accumulatie van rationele kennis. Aan de andere kant kan je wetenschap ook zien als een praktijk die onomstotelijk heeft getoond dat het grootste deel van de werkelijkheid niet rationeel begrijpbaar is. Als je
als je bijvoorbeeld de complexe kwantummechanica kennen we allemaal. Maar als je complexe en dynamische systeemtheorie bekijkt bijvoorbeeld, dan zie je ook dat die theorie zwart op wit heeft getoond, paradoxaal, strikt rationeel heeft getoond, dat complexe en dynamische fenomenen in de kern strikt irrationeel zijn. Letterlijk zich gedragen als irrationele getallen in de wiskunde en bijvoorbeeld een radicale onvoorspelbaarheid in zich dragen. Dat is het, een van de resultaten van de complexe en dynamische systeemtheorie. Dat is ongelooflijk belangrijk, dat besef dat het menselijke verstand beperkt is, dat besef dat de wereld rondom ons ultiem zich niet logisch gedraagt, is extreem belangrijk. Bij mij heeft het tot mijn 35 jaar geduurd voor ik dat begon door te hebben. Dat was toen ik de wiskundige basis van de complexe en dynamische systeemtheorie aan het bestuderen was. Ik besefte plots van verdoen, het is niet logisch. Voor mij was dat daarvoor ondenkbaar. Het was ondenkbaar om te veronderstellen dat de materie, de kei en de bomen, dat die zich niet logisch zouden bedragen. En toch, dat is precies wat complexe en dynamische systeemtheorie ons zwart op wit toont. En plots begreep ik waarom Niels Bohr, dus de grote kwantumfysicus die de Nobelprijs gekregen heeft voor zijn bijdrage aan de fysica. Waarom Niels Bohr zei, als het over atomen gaat, zei hij, dan kan je de taal enkel als poëzie gebruiken. Letterlijk, met logische taal krijg je geen greep op dat extreem bizarre, onvoorspelbare, zo wonderbaarlijke gedrag van atomen. Enkel met poëzie, de ritmiek en de klank van de poëzie kan iets opwekken van die merkwaardige gedragingen van atomen. En dus Bohr was daar zeer ernstig over. Hij was doodserieus als hij dat zei. Voor mij was dat een ongelooflijke bevrijding. Ik ben iemand die eigenlijk altijd een mystieke en poëtische component in mij, maar terzelfde tijd was ik ook zeer rationeel. Ik probeerde altijd maar beter rationeel te begrijpen. En ik doe dat nog altijd, ik vind dat een goede zaak. Maar het besef dat uiteindelijk de werkelijkheid rondom mij niet tot de logica en rationaliteit te herleiden viel, was een ongelooflijk belangrijk besef voor mij. Ik heb ondervonden dat het langzaam mijn verhouding met de werkelijkheid veranderde. Ik denk dat als je op voorhand naar de natuur kijkt, naar andere mensen kijkt, als fenomenen die je kan reduceren tot de categorieën van je eigen denken, dan sluit je eigenlijk automatisch, onvermijdelijk, op voorhand al af voor het mysterie van het leven rondom je. Want je vreemdt alles, je forceert alles in die categorieën van je eigen rationele denken. Dus het mysterie, de vibrerende kern van het leven, de muziek van het leven, hoor je niet meer. En ik denk dat het letterlijk te nemen valt. Op het moment dat je begint te beseffen dat je eigen rationele denken altijd beperkt is, is het letterlijk alsof die logische bouwblokken van je denken een stukje openscheuren, dat er gaten in komen en door die gaten toelaten dat de eeuwige muziek van het leven terug naar binnen komt en de snaren van je lichaam en van je ziel raakt. Ik denk dat dat letterlijk is. Ik ondervond ook in die periode dat ik automatisch rustiger werd ten aanzien van gedachten aan dood en lijden. En ik denk, uiteindelijk, ik heb dat op dat moment besefte ik dat niet, maar ik denk dat dat redelijk eenvoudig komt, omdat je op dat moment, op het moment dat je kan beginnen meetrallen met de eeuwige muziek van het leven, je voelt dat je deel uitmaakt van iets dat niet zal ophouden te bestaan met de dood, en bij gevolg dat die overdreven angst voor dood en lijden ook wegvalt. Dat is, alles begint, denk ik, bij het besef van de limieten van het menselijke verstand. Het is precies dat besef dat in onze verlichtingsmaatschappij weg is. En de verlichtingsmaatschappij gelooft precies, en men noemt ze ook letterlijk, de ideologie van de reden, de verlichtingsideologie. Dus het is precies dat wat onze maatschappij gelooft, dat rationele kennis de basis zou moeten zijn van het menselijke bestaan, van het menselijke samenleven. Terwijl het overduidelijk is dat rationele kennis nooit de basis kan zijn. Iemand die dat gelooft, eindigt uiteindelijk in radicale irrationaliteit, paradoxaal genoeg. De geschiedenis heeft dat al uitvoerig aangetoond. Ik denk dat er iets anders de basis kan zijn van onze menselijke samenleving. Dat er maar één iets echt de basis kan zijn van onze menselijke samenleving.
en dat het de eeuwige en tijdloze ethische principes van menselijkheid zijn. Het zijn die, het is precies die principes waarin je in contact komt als je kan beginnen resoneren met de werkelijkheid van nu. In de resonantie met de werkelijkheid ben je langzaam voeding te krijgen met die tijdloze principes van menselijkheid. In mijn boek leg ik dat veel uitgebreider uit in de laatste hoofdstukken. Maar als ik daaraan begin, dan ga ik hier nog een half uur bezig zijn, denk ik. Ik stel voor dat we hiermee afronden, dat ik hiermee mijn spreken voorlopig onderbreek. Ik vermoed dat er een korte pauze zou komen en dat er daarna tijd is voor vragen. Parachtig.